Like deze video sneller dan dat ik op play druk. Let's go. Wij zijn een piramide. Taco piramide? Nee Bob, een gewone. En wij moeten proberen om de grootste te worden van iedereen. En dat doen we door iedereen op te eten. Oké, we gaan proberen deze roze clown piramide te eten. Of die eet ons. Wacht even. We kunnen respawnen. Let's go. Ja, dat was ik vergeten te zeggen. Je kan alleen maar spelers eten die kleiner zijn dan jij bent. Nou, er staat boven ons hoofd dat we bijna 3000 grootte hebben. Maar ik vind mezelf een beetje langzaam. Moehaha. Kijk, nu ben ik een heel stuk sneller. Alleen we moeten wel oppassen. Want die persoon heeft bijna 30.000. Dat is nagenoeg 10 keer zoveel als ons. Oké, we nemen hier zoveel mogelijk mee. Wacht eens even. We kunnen nog een keer 2 keer zo snel zijn. Oeh, dat is te merken. Is dat een kip? Oh nee, deze speler zit achter mij aan. Oké, we gaan heel snel alles meenemen. Oeh, we kunnen een helikopterskin kiezen. Wacht, ik wil het cadeautje hebben. Oh, dat is geniaal. Er zijn dus verschillende skins die we kunnen unlocken. Dit is het leven van een driehoekje. We eten alles wat we zien. En we proberen de wereld over te nemen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Als het kroontje boven ons hoofd staat, zijn wij de grootste. Maar dat zijn we voorlopig nog niet. Er staat ook een balk in beeld waar je kunt zien wie nummer 1 is. En dat is Bacon Hair. Oeh, kijk, nu kunnen we nog sneller zijn. Oh, er zijn zoveel skins. Wacht eens even. Yes, we zijn de kip. Wil je een ei voor me leggen? Nee, Bob, ik ben geen echte kip. En dat is best wel komisch, want ik zie namelijk in die balk bovenaan in beeld dat er ook echt een kuikentje in dit spel zit. Oké, we hebben bijna 15... Oh, ik zag dat daar iemand op gegeten werd. We hebben bijna 15.000. En volgens mij is dat genoeg om een speler op te eten. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Let's go! En het mooie is, als wij een speler opeten, dan krijgen wij de grootte van die speler er zelf bij. Oh, daar zie ik ook iemand. Die speler is klein en zo onschuldig. En nu in mijn buik. Dat was best wel raar. Ik had ook gewoon hem kunnen opeten en niks kunnen zeggen. Maar dit was wel cool. Oké, we hebben best wel veel grootte nu. Oeh, nice. Het is tijd voor een nieuwe skin. Wij zijn een kerstboom. Het is geen kerst, dus dit is niet echt heel logisch. Oh, wacht even. Volgens mij... Oh, we hebben weer iemand opgegeten. Oké, maar nu wordt het wel spannend. Want als wij de grootste willen worden, moeten we nog eventjes op deze manier doorgaan. Wacht even, er is VIP. Alleen als ik erop klik, gebeurt er niks. Oeh, maar er is ook een magneet. Die heb ik nodig. Want kijk, met deze magneet nemen we alles om ons heen mee. Dus nu gaat het nog veel sneller om groter te worden. Wacht, ik zie hun achter dat kleine driehoekje aanzitten. Maar wij nemen zometeen wraak. En dan halen we dit drankje erbij. Deze geeft ons 2 keer zoveel grootte voor elk stipje wat we opeten. Oh, wacht even, dat betekent maar 1 ding. Let op, let op. Oh, yes! Maar dat daar is de grootste in het spel. En die zit nu veilig in het midden, waar wij hem niet kunnen pakken. Wat is eigenlijk de duurste skin in dit spel? Oh, deze wil ik hebben. En er is ook een galaxy. Oh, dit vind ik eigenlijk bijna zielig. Moet je kijken. Ik heb trek. Nam, 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 nam. Dat is 1. En nam, nam, nam. Dat is 2. Oh, maar kijk, die speler is nog steeds te groot voor ons. Maar wat wij kunnen doen, is wij kunnen onze grootte verdubbelen. Ondertussen zie ik dat hij naar ons toe komt. Maar dat was niet zo verstandig. 3, 2, 1. Let's go! Wij zijn de allergrootste in het spel. En dan wil ik afsluiten met de haaien skin. Oh, die speler is zo klein. En nu is die van mij. Ja, ik denk dat we beter kunnen stoppen met spelen. Want het wordt nu een beetje zielig voor de andere spelers. In dit spel zijn wij super snel. En kunnen wij iets heel speciaals. Namelijk... tegen muren aanrennen. Wij gaan proberen een ware stuntman te worden in deze video. Ik heb namelijk al zoveel obby's gespeeld. En ik wil nu echt proberen om er nog beter in te worden. Oh, dit voelt echt heel onnatuurlijk. Want meestal als je dit doet in een Roblox game, val je naar beneden. En ben je af. Precies. Oké, daar gaan we. Wacht, kunnen we er niet overheen? We kunnen er overheen. Kijk eens aan. Er staat in de beschrijving van dit spel dat minder dan 1% van de spelers het haalt. Dus wij willen bij die 1% horen. Tegen de muur. Tegen de muur. Oeh, dat ging op het nippertje goed. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het best wel lekker. Maar we zijn pas op 14%. Dat wil dus zeggen dat we nog 86 levels te gaan hebben. We pakken de checkpoint. En ik zie daar weer een muur waar we tegenaan moeten springen. 3, 2, 1. Oh, het is net alsof ik Spider-Man ben. Alleen dan zonder een heel cool kostuum. Oké, checkpoint. Het is best wel leuk dat er van die obby's zijn met een twist. Een van de obby's die ik laatst speelde, die ik echt grappig vond, is dat je kon transformeren in verschillende dieren. Dus dat als je dan bijvoorbeeld een hoge muur had, dan moest je een spin worden door er overheen te
klimmen. Ja, of een beer, zodat je er doorheen kon beuken. Oké, daar gaan we. Oh, lasers. En we zijn er weer. We hebben een checkpoint. Oké, het ziet er naar uit dat steeds als de obby verandert van kleur, dat de moeilijkheidsgraad iets naar boven gaat. Dat wil dus zeggen dat het van makkelijk naar moeilijk gaat. Zo ongeveer. Oké, hier hebben we echt een heleboel lasers. Oh, dit doet mij denken aan die fietsobby. Die heb ik ook een keer gespeeld. Ja, het is eigenlijk dan gewoon een obby waarbij je op een fiets zit. Het zegt het eigenlijk al. Oké, het wordt nu geel. Oh, ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Zo, dat gaat snel. We pakken de checkpoint. En daar hebben we een soort van mega ballen die langs ons heen zweven. Voorzichtig. En terwijl ik zoveel aan het kletsen ben, zitten we... Nee! Zitten we bijna op de helft van deze obby? Oh, je kunt dubbel springen. Konden ze dat niet even aangeven? Oké, we moeten uitkijken voor deze laserdeur die op en neer beweegt. En voorzichtig, let's go. Oké, dus je kunt double jumps maken. Dat maakt het natuurlijk wel een heel stuk makkelijker. Ik zat al te denken, als je dit in één sprong moet doen, is het onmogelijk. Oké, daar gaan we. Oh, ik zie daar heel veel lasers in het vooruitzicht. Dat is niet de obby toekomst waar ik op hoopte. Oké, voorzichtig, hier langsheen. En we zijn er, checkpoint. En volgens mij zijn er ook een soort van superkrachten die we kunnen kopen. Met andere woorden, we kunnen vals spelen. Oh my gosh, moet je kijken hoeveel lasers. Maar er zijn volgens mij wel mensen die, nou ja, niet dit in het echt kunnen, want dat is wel heel knap. Maar die bijvoorbeeld wel echt tegen zo'n muur aan kunnen rennen. Oké, daar gaan we. Heel voorzichtig. Springen over de lasers heen. Er staat hier ook dat we kunnen vliegen. Laat maar raden. 200 Robux. Oké, weet je wat? Als wij over de helft kunnen komen van deze obby zonder af te gaan, dan wil ik dat uittesten. We zitten nu op 48%, dus dat betekent dat we waarschijnlijk nog 2 levels moeten halen. Nou, dit is er 1 van. Oeh, dit is echt heel spannend. Oké, voorzichtig. We hebben de checkpoint. 50%. Dus als wij dit level halen, dan wil ik proberen om de vleugels te halen. Of nou ja, proberen. Het gaat waarschijnlijk lukken. Het is namelijk alleen maar op een knop drukken. Oké, daar gaan we. Let's go. Oké, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit gaat zien. Let's go. Oh, hebben wij vleugels? Oké, we gaan het proberen. Oh my gosh. Oké, we kunnen niet oneindig vliegen, maar dus wel even. Dat is eigenlijk wel nice, want ik zou het jammer hebben gevonden als we gewoon een vliegend tapijt kregen. Dat is zo basic. Oh, jammer. Oké, wacht, voorzichtig, voorzichtig. Kijk, en dan kunnen we een stukje vliegen. Hé, dit is echt super nice. Dus nu hoeven we eigenlijk minder rekening te houden met het springen tegen de muren. Oh, totdat we dat even niet meer kunnen, omdat onze vliegkracht op is. Oké, we zitten op 58%. Oh, dit is zo nice. Wacht, kunnen we... Ja, nice. Ik ben ook wel heel benieuwd wat er aan het einde van deze obby is, want meestal als een obby goed in elkaar zit, dan krijg je ook een epische beloning aan het einde. Zoals een taco! Bijvoorbeeld Bob of iets anders. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1 en we landen weer. Er zijn aura's die we kunnen kopen. En de allerduurste is de koning aura. Joh, daar ga je toch geen 250 Robux voor geven? Jawel. Zeker wel. Oké, het goede nieuws. Ik heb de aura. En die is super cool. Slechte nieuws. Ik moest het spel opnieuw opstarten. En nu zijn we weer in het begin. Is dit een teken, Obby? Dus stel voor we maken hier een lijn. Dan kunnen we er overheen. Dat is zo gaaf. Oh, we moeten dus wel oppassen. Dus stel voor dit verdwijnt. Oeh, dan moeten we heel snel iets neerzetten waar we op kunnen springen. Dit is niet zo moeilijk. Dit kunnen we zelf zonder tekenen. Dan gaan we hier naar beneden. Maar dan moeten we hier dus weer een lijn neerzetten. Zodat we er overheen kunnen. Dit is zo gaaf. Hupsakee. Hup. En hup. Maar wat als we nou bijvoorbeeld een muur neerzetten? Zitten we dan vast? Jop, jop, waarom doe je dit? Wacht, we hebben ook een gum. Dat is zo nice. Oké, we nemen de ster mee. En dan tekenen we terwijl we lopen. En we hebben nu meer inkt gekregen. Wacht, we moeten hier een bal tekenen. Oké, dus soms moet je iets activeren blijkbaar. Nice. Zullen we dat gewoon spannend maken? We zetten 1 streep neer. Dan nog een streep. En dan nog een streep. Zo houden we ook de meeste inkt. Hupsakee. Oeh, dat was lava denk ik. Of mag je dit wel aanraken? Het antwoord is nee. Wacht, zullen we gewoon het onszelf extra lastig maken door echt maar een heel klein puntje neer te zetten? Zeg maar waar we overheen mogen. Dus hier een puntje, hier een puntje, hier een puntje, hier een puntje. Oeh, kijk, zo kun je wel je obby skills een beetje trainen. Perfect! Oké, we hebben de ster. Nou, hier loop ik gewoon terwijl ik teken. Wat als we nou gewoon heel hoog in de lucht gaan? Heeft dat zin? Nee, totaal niet. Maar het is wel leuk. Oh, ster. Wil je 10 keer zoveel kunnen tekenen? Nee, wil je 2 keer zoveel kunnen tekenen? Oké, dat vind ik nog wel leuk om te proberen. Dus nu kunnen we als het goed is 2 keer zoveel tekenen. Oké, we nemen dit mee. Wacht even. Volgens mij kunnen we hier naar boven toe. Ik vind dit zo gaaf. Stel voor dit zou in het echt kunnen. Dat als je iets tekent, dat het er gewoon echt staat. En dat je het gewoon kunt gebruiken voor wat je maar wil. Kijk, let op. Als ik namelijk nu hier naartoe ga, moet ik wel even oppassen. Oeh, ik weet niet of dat zin had, maar het was een soort van cool. Oké, wacht. We moeten dus soms wel een beetje voorzichtig zijn. Kijk, hier kunnen we perfect overheen. Dan maak ik hier alvast een bruggetje naar boven. En dan nemen we de ster mee. Steeds als we een ster meenemen, hebben we dus een checkpoint. En dan krijgen we onze soort van inkt weer terug. Oeh, wat is dit? Je kunt effecten kopen. Maar natuurlijk is dat weer duur. Ik heb het al gedaan. Oké, ik wil het sparkles effect. Zelfs dat is...
Robux, ga maar weg. Dus hoe ziet het er dan nu uit? Oh, het heeft sparkles. Alleen ik wil wel de gele kleur. Oké, we gaan eens kijken hoe dit eruit ziet. Oh nee. Wacht, ik heb een idee. We maken hier gewoon een muur naar boven toe. Kijk, dan kan die bal al niks doen. Dan gaan we er gewoon overheen. Het ziet er zo cool uit. Hier gaan we gewoon hetzelfde doen. Gaan gewoon zo hoog mogelijk. Gewoon hier overheen. Maken we hier nog een streepje. Daar springen we op. Hier nog een streepje daar. Dit is moeilijker dan je denkt, oké. Maar volgens mij was er nog een spel in die arcade die wij zelf hebben gemaakt. Maar je kunt dus niet alleen tekenen, maar je kunt ook gummen in dit spel. Dus stel voor je maakt iets waar je niet blij mee bent, dan pak je gewoon de gum en dan is het weer weg. Oh, ik ben verkeerd gegaan. Oké, dan moeten we dus weer naar boven. Op deze manier. Dan denk ik dat we hier naartoe moeten. Helemaal naar boven toe. Zetten we hier even een streepje neer. Denk deze kant op. Hier naar beneden toe. Yes, we hebben het gehaald. Abonneer voor meer en adios.